Dat. Kish, kish, kish met zalm en broccoli. Ik begin met het kruimeldeeg in de taartvorm. Dan de broccoliroosjes. Stukjes zalm fijn snijden. Dan een mengeling van room en 4 eieren. Room is 2 deciliter room. 2 deciliter room plus eieren, plus 4 eieren dan. Samen opkloppen tot een luchtig mengsel. Dan alles schikken hier in de taartvorm. Het eimengsel met room over de broccoliroosjes gieten. En dan in de oven op 180 graden ongeveer een klein half uurtje. 20 minuten tot 30 minuten. Totdat alles mooi boven bruin ziet en klaar om te eten. En dan maar lekker smullen. Oh, oké. Extra proberen.